Brankala en kijkers, welkom bij het derde deel van het actualiteitenprogramma In Gesprek Met. We hebben vandaag de gast in de studio, klinisch chemicus John Codrington van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Welkom meneer Codrington. Dankjewel. Hoe is het met u? Heel goed, heel goed. Hoe was je oorjaar? Mijn oorjaar was zoals gebruikelijk. Ik doe het altijd een beetje rustig aan. Ik ga me meestal verpozen in de natuur. En dat is gewoon tussen mijn groenten en mijn vissen. Dat heel doe rustig ik, en niet echt in die jugu-jugu. Ik heb mijn tijd gehad wat dat betreft. Jugu-jugu zoals alcohol gebruiken in de binnenstad. Want dat is ons onderwerp vandaag hier in de studio. Klopt. Alcohol en drugsgebruik onder de jongeren. Tijdens de Oriari-parties zijn de jongeren flink tekeer gegaan met alcohol. U bent van het Academisch Ziekenhuis. Wat zijn uw ervaringen hiermee? Dan moet ik ervan zeggen dat mijn ervaring met alcohol en drugs niet zozeer het Academisch Ziekenhuis SEC is. Maar ik ben ook dus een andere pet wat ik op heb. Ik ben dus gouvernement of staatsscheikundige. En ik werk bij het Centraal Laboratorium van het BOG. En daar doen wij dus als mensen worden aangehouden die overmatig alcohol genuttigd hebben en toch in het verkeer zijn, dan komen de testen bij ons en dan kijken wij of de mensen werkelijk in overtreding waren. Maar natuurlijk daarnaast als klinisch chemicus, bloedman, ben ik iemand die zich altijd bezighoudt met van alles en nog wat rondom het bloed. En als het gaat om alcohol, moet ik zeggen, hebben we dus heel veel aanhoudingen gezien rond de jaarwisselingen van mensen die onder invloed achter het stuur hebben gezeten, wat in principe jammer is. Waarom drinkt men alcohol, denkt u, meneer Codrington? Nou, ik denk dat alcohol maatschappelijk geaanvaard is, geaccepteerd is. En ik denk dat mensen het gewoon drinken omdat ze het gewoon prettig vinden en lekker vinden. En een beetje peer pressure en van alles en nog wat. Het hoort bij een Oruyari, het hoort bij een Bigiari. Het hoort in de kerk thuis, want mensen krijgen ook alcohol wanneer ze avondmaal meemaken. Het heeft zijn plek. En daar kun je voor of tegen zijn. En ik denk dat het probleem niet zozeer is het gebruik van alcohol, maar het overmatig gebruik van alcohol. En we zien bijvoorbeeld ook in Europa een hele beweging nu ontstaan van mensen die zeggen van we moeten alcohol helemaal verbannen. Omdat alcohol heel schadelijk is voor de gezondheid. En ik denk dat ik daar wel ook achter sta. Dat we misschien meer moeten gaan nadenken over de effecten van het alcoholgebruik. Moet er nu niet al acties worden ondernomen gezien? Wij zien dat vooral jongeren gebruik maken van alcohol. Vroeger zou men eerder denken dat ouderen, 30-plussers, 40-plussers gebruik maken van alcohol. Maar we zien dat er een verschuiving is qua leeftijd. Ja, 13, dus, 14 jaar. Laat me dit ervan zeggen. We hebben weinig goede statistieken hieromtrent in Suriname. Maar we weten in de wereld dat men steeds jonger alcohol gaat gebruiken. Nu is het zo dat ik denk dat het geen nieuwigheid is. Ik denk dat 30 jaar geleden er ook jongeren waren die alcohol dronken. Maar alleen weten we het nu meer, omdat je via social media, als iemand dronken is, dan wordt het op Facebook gezet, wordt het op WhatsApp gezet, wordt er getwitterd. En daardoor zijn we meer in contact met dit wangedrag van mensen. Is het anders? Ik denk dat mensen zich op dezelfde manier verpozen als jaren geleden. Het enige verschil is dat mensen jonger worden. En doordat mensen jonger worden en alcohol gebruiken, denken wij dat het ook voor de gezondheid schadelijk kan zijn. Omdat alcohol namelijk door onze bloed-hersenbarrière gaat en daardoor naar de hersenen toe kan gaan. En als je jong bent en begint met overmatig gebruik van alcohol, dan heeft dat later toch gevolgen op je hersenontwikkeling. Verantwoordelijk alcoholgebruik, wat verstaat u daaronder? Ik weet het niet. Voor mij is er geen verantwoordelijk alcoholgebruiker. Want ja, waar wordt het gedoseerd? Wie leert? Laat me naar mezelf teruggaan. Heb ik ooit van mijn moeder geleerd hoe ik verantwoord alcohol moet gebruiken? Heb ik het van de school geleerd? Heb ik het op de universiteit geleerd? Wie leert ons wat verantwoord alcoholgebruik is? Dus we moeten daar ook goed over nadenken. En ik denk dat we in deze zeker niet hypocriet moeten zijn en allerlei regels moeten gaan maken. We moeten verantwoord alcohol gebruiken. We weten dat als het gaat om het verkeer, dat we geen mensen willen hebben, omdat je reactievermogen neemt af. En waardoor men niet wil dat je in het verkeer rijdt en daardoor mensen dood kan rijden. Maar er is geen enkele regel voor iemand die thuis wil zitten en een liter wil drinken. Dan is er niemand die mensen zeggen van nou, laat die maar drinken. Zo? Dus
We moeten wel gaan kijken nu, en ik ben het wel eens met die stelling van, moeten we verantwoord alcoholgebruik gaan promoten, maar de vraag wordt dan direct, wat is verantwoord alcoholgebruik? Ik zou die vraag niet direct kunnen beantwoorden. Ook omdat je ziet dat mensen allemaal verschillend zijn wanneer ze alcohol innemen. Vrouwen worden bijvoorbeeld sneller dronken dan mannen. Toch? Kinderen die nog die jong beginnen, daarvan heb ik ook al gezegd, hun hersenontwikkeling kan geschaad worden daardoor. Maar ook een zwangere vrouw die alcohol gaat drinken. Mensen die zijn in een party, ze zijn 3-4 maanden zwanger, zijn daar dronken. Het ongeboren kind heeft later effecten. Men heeft zelfs ontdekt, wetenschappelijk, dat die mensen minder intelligent worden later. Kinderen geboren uit moeders die heel veel drinken, die schijnen qua verstandelijk vermogen het iets minder te doen. En qua discipline en allerlei zaken, sport, qua beweging, toch waren vaak wat mensen die wat luier zijn. Het zijn dingen die bewezen zijn en daar moeten we wel aandacht aan besteden. Dus waarschijnlijk betekent verantwoord, ja, dat we erover moeten gaan praten en zeggen van wat willen we nu. En misschien moeten we zelfs gaan besluiten om alcoholgebruik compleet te gaan verbannen. Mm-hmm. Maar dat zal ook natuurlijk, de maatschappij leidt er natuurlijk ook onder. Als je kijkt naar de gedragingen die men vertoont na het gebruik van alcohol. Agressiviteit bijvoorbeeld. Dat klopt, dat klopt. Want dat zijn de zaken die, ja, dat zijn de zaken die het effect zijn van alcoholgebruik. Maar ik kan u ook zeggen dat de maatschappij verdient er ook aan. Want u en ik leven een beetje van de accijnsen. Toch er worden een heleboel liters alcohol binnengebracht. En er wordt belasting betaald. De overheid die geniet van het feit dat er alcohol gedronken wordt. Dus het is een beetje een hypocriete en een beetje tweeslachtige zaak. En daarom zeg ik van het is niet een eenvoudig antwoord van wat moeten we nou precies doen. We moeten kijken naar de schadelijke dingen die kunnen ontstaan en die moeten we reduceren. Als u bijvoorbeeld kijkt naar alcoholgebruik in stadions, waar mensen in een massa bij elkaar komen, een voetbalwedstrijd, daar gaat men al zo ver. Men zegt, weet je, eerst begon men van, we gaan geen alcohol in flessen zetten, want als die mensen daar gedronken hebben en ze zijn het oneens met de scheidsrechter, dan worden de flessen gegooid naar de spelers of naar de arbiter. Dus dan gaan we het niet meer in flessen zetten. Nu zeg ik van, je merkt dus dat alcoholgebruik in zo'n situatie, mensen worden vrolijker en noem maar op. Ja, wil je dat niet? Mensen verdienen er ook aan. Misschien moeten we zo ver gaan om te zeggen van dat we in dit soort gevallen weten dat mensen onder een bepaalde euforie, een beetje enthousiasme komen. Dat we ook zeggen van, hey, wat gaan we compleet verbannen onder deze situaties waarbij we weten dat mensen helemaal uit hun dak kunnen gaan. Dat we geen alcohol schenken. En dat betekent misschien ook voor de Oruyari party. Dat we zeggen van, we gaan ervoor zorgen dat mensen als ze binnen een bepaalde straal komen, dat ze daar geen alcohol mogen hebben. But I don't know. Het is een gewoon leuke discussie. Oruyari zonder alcohol. U zei eerder dat er geen data is ten aanzien van dit onderwerp. Maar ik neem aan dat er toch wel cijfers zijn die aangeven dat er een link is met die aanrijdingen en alcoholgebruik. Hoeveel mensen hebben bijvoorbeeld het afgelopen jaar bij de spoedeisende hulp aangemeld die alcohol op hadden? Nee, de exacte cijfers ken ik helaas niet. Die zijn er wel. We merken best wel dat er een verschuiving optreedt. Misschien niet eens zozeer een toename van mensen die onder invloed rijden. Want er zijn allerlei andere maatregelen die de politie pakt. U weet dat ze ook blaastesten hebben. Dus een aantal van die mensen die zien wij niet meer op de spoedeisende hulp. Dus je zou misschien die twee dingen bij elkaar moeten optellen om de juiste cijfers te krijgen. Maar we zien andere excessen. Dit was niet bij onze spoedeisende hulp in het academisch ziekenhuis. Maar ik werd toevallig vanmorgen gebeld over een case waarbij een 4-jarig kind in coma was geraakt. Simpel door het feit dat de ouders het kind whisky hebben toegediend. En niet weinig whisky ook. En zo'n kinderlichaam kan ook met heel weinig kunnen ze al heel erg van hun stokje gaan. Omdat het lichaam wat kleiner is en zo. De organen zijn niet goed ontwikkeld. Maar wat de arts tegen mij zei is dat de moeder zelf helemaal niet.
Is de politie dus bij deze zaak dat bijgehouden? Weet ik niet. Mij werd alleen gevraagd of ik dus nog in het lichaam van het kind. Het kind is inmiddels wel gewoon hersteld. En het lichaam van het kind nog alcohol zou kunnen aantonen, zodat ze het bewijs hadden dat het verhaal van het kind klopte. Dat ma en pa, ik weet niet of het een jongen of een meisje was, alcohol hadden gegeven. En dat is waarschijnlijk een socially in dat milieu accepted gebeuren. En op dat soort zaken moeten we gaan focussen. Want zo'n kind, dat de toekomst van zo'n kind wordt... Dat is behoorlijk ziek ook. Het is behoorlijk ziek. En dat was ook de reden waarom de arts echt aan mij vroeg van, kunnen wij niet nagaan of het kind nog steeds alcohol heeft? Alcohol heeft wel iets, na een aantal uren is het uit het lichaam. Het maakt niet uit hoe jong of hoe oud je bent. Het gaat uit je lichaam. Dus als je lang genoeg, na een aantal uren, zeker na 24 uur, is het niet meer aantoonbaar. Dus vandaar dat het heel moeilijk wordt. Je moet mensen op het moment treffen waarop ze acuut bezig zijn om het te gebruiken. Maar kon er ergere dingen met het kind zijn gebeurd? Ja, natuurlijk. Het kind had dood kunnen gaan. Dus als het kind in een coma komt, kan het kind zodanig schade ondervinden aan de organen dat het kind dood had kunnen gaan. Dus gelukkig is het kind op tijd binnengebracht en daardoor kon het kind dan onnuchteren. Is het voor het eerst ook voorgekomen bij het ziekenhuis dat een 4-jarig kind met alcohol in het bloed binnen wordt gebracht? Ik ken de cijfers niet, maar ik denk niet dat het de eerste keer is dat we... Soms is het ook niet opzettelijk. Hè? Kinderen kunnen naar een fles lopen en het aan hun mond zetten. Maar wat je hebt is dat als het gaat om bepaalde drankjes, of whisky, het smaakt niet echt. Als je niet gewend bent eraan, is het geen lekkere smaak. Nee, tuurlijk niet. Dan zet zo'n kind het aan. Dus als het toegediend wordt, ja, mond open en ze gieten het erin. Wat je ook ziet bij de Oriaris, mensen zitten met een fles. En het gaat aan de mond en het gaat van mond tot mond, toch fles tot fles. Het lijkt op een wedstrijdje. En, ja, het lijkt op een wedstrijd. Maar dat is ook wat je nu ook ziet in die verschuiving van alcoholgebruik. Er zijn een paar dingen. De commercie speelt erop in. Ik denk dat de toename ook te maken heeft met het feit dat meer vrouwen zijn gaan drinken nu. Maar het zijn ook de mensen die alcohol verkopen, de grote bedrijven, die hebben gezien van, hé, wie drinkt nog niet? Nou, dat waren onder andere vrouwen en jongeren. Jongeren kunnen ze niet targeten, dus zeggen ze 18 plus. Ze houden parties en iedereen kent de term 18 plus, 18 plus. Maar bij die vrouwen kun je niet zeggen. Ja, dus, en men heeft gezien dat een groot aantal vrouwen nog geen gebruiker was. En wat je nu ziet, is dat vrouwen zelfs kampioen worden in het drinken en het beter doen dan mannen. En dat is eigenlijk, vind ik, toch wel een beetje een, ja, is het een gemene tactiek. Het is zakelijk, men wil geld verdienen. Men wil dat mensen meer drinken. Je maakt geen bier of whisky om het niet te verkopen. Ja. Dus daar moeten we ook aan denken. Dus dat noem ik het schizofrene van alcohol. De overheid verdient eraan, de bedrijven die het maken, die verdienen eraan. En zogenaamd heb je een heleboel lol, maar we weten ook dat er een heleboel leed is. Ja. Mensen kunnen daardoor misschien ook zelfmoord plegen in zo'n situatie. Ze zijn heel vrolijk, maar het omgekeerde kan ook. Ik heb ook begrepen dat een van de effecten van alcohol depressief gedrag is. Het kan verschillende kanten opgaan. Men zegt ook als je al depressief bent, dan kan het je nog depressiever maken. Het maakt het niet vrolijker. En sommige mensen die grijpen naar de fles omdat ze depressief zijn. Kijk, dus zo'n mooie periode. Wij noemen het allemaal mooi. Veel lichtjes, het is kerst. Iedereen is blij. We willen goed doen en noem maar op. Maar er zijn ook mensen die heel verdrietig zijn. Ja. Omdat ze hun loved one hebben verloren een jaar geleden, een maand geleden. Moeder is aan kanker overleden, vader is aan kanker overleden. Hun vrouw is er niet meer. Ja, en dan zit je daar. Die dingen interesseren je niet. En je voelt je zo eenzaam dat je... Sommige mensen die grijpen dan naar de drank. Het is dus dat zijn van de incidentele gebruiken. Dus dat is één kant van het drinken. En natuurlijk heb je ook dan... De andere kant is dus de verslavingskant. Je hebt mensen die niet wachten tot Oruyari. Mm-hmm. Dus ik weet niet hoeveel van de mensen die dus op Oruyari drinken een probleemgeval later zullen zijn. Want soms is het gewoon even stoer doen en dan is het probleem eigenlijk over. Yeah. Maar het kan, zegt men, leiden later tot chronisch gebruik. Een aantal van deze mensen zullen later gewoon chronisch gebruiken. Maar je hebt dan ook natuurlijk de mensen die verslaafd zijn aan alcohol. Omdat alcohol een verslavend effect heeft. Ja. En daar moeten we ook naar kijken. Er zitten een heleboel mensen die in de binnenstand rondlopen. Die niet functioneren omdat ze
als ze geen alcohol gebruiken, ze niet kunnen werken. Nou, en als ze niet werken, hebben ze het geld niet, dan gaan ze stelen. Misdaad kan daardoor het gevolg zijn. Dus die alcoholverslaving, dat is dus op zich ook weer een ander probleem. We zien dat over de hele wereld heen er heel veel aandacht wordt besteed aan emotionele gezondheidszorg. Zou Suriname dit moeten overnemen om ook op haar manier alcoholgebruik aan te pakken? Zoals u het eerder ook heeft gehad, men verdooft zichzelf vanwege een emotionele probleem. Ja. Zou men niet moeten starten om de mensen emotioneler bewust te maken? Ja, dat zou moeten. Ik denk dat daardoor dus een stukje voorlichting nodig is. Je hebt natuurlijk ook de familiestructuren nodig. Die zijn misschien wat moeilijker te benaderen. Maar aandacht aan mensen, de emotionele kant van mensen, is heel belangrijk. En we hebben wat dat betreft te weinig instituten in Suriname. Je hebt wel bepaalde professionals, psychologen, psychiaters, die dat doen. Maar je zou dus ook binnen kerkgemeenschappen en gemeenschappen waar mensen bij elkaar komen, toch, gegroepeerd bij elkaar komen, zouden er ook sessies geïnitieerd moeten worden om te werken aan het emotioneel welzijn. Niet alleen dat je dus moet kijken naar mensen die een huis hebben en noem maar op, want je kunt een huis hebben en toch niet gelukkig zijn. Toch, en die mensen hebben ook begeleiding nodig. En die gaan naar andere dingen grijpen. Die gaan naar een andere vriend grijpen of andere vriendinnen. Dat kan alcohol zijn. Ik ben het helemaal met u eens. Ik denk dat we wat dat betreft in Suriname, we are losing it a little bit. Want vroeger hadden we wat... De buurvrouw die keek wel naar je om. Sociale controle. Sociale controle. We verliezen misschien door... We gaan een andere vorm van sociale controle. Hebben we misschien via internet, want we kunnen niet verwachten dat we op dezelfde manier doorgaan. En misschien moeten we kijken op welke manier we via de nieuwe technologieën ook wel aandacht besteden aan mensen en social en emotional well-being. Collectieve aanpak voor alcoholgebruik of misbruik, zeg maar. Ja, en ik denk dat het kan slagen. Hè? Dus als er want je ziet ook, als er een of andere hype ontstaat, dan nemen mensen het makkelijk over. Dus je zou creatieve mensen moeten hebben, inventieve mensen die met behulp van, hey, neem dit over. Toch? Of er ik weet nog, in de tijd was er iets van een bucket challenge, dat je koud water over iemand heen. Ik denk dat als we het met elkaar menen en liefde willen verspreiden, dat we dat ook moeten proberen om via zo'n challenge te zorgen dat we iemand die om ons heen zit, die misschien depressief is, dat we die proberen gelukkig te maken en dat we dat met elkaar delen. Maar dat is voor de... Ik behoor niet tot die generatie meer. maar het lijkt me wel een uitdaging om op die manier... We moeten niet teruggrijpen naar allerlei oude methodes. Die werken gewoon niet meer. Ja. Toch, zeggen dat het vroeger beter was, ik geloof dat niet. Zeggen dat mensen op jonge leeftijd vroeger geen alcohol gebruikten, dat is nonsens. Want ook in mijn tijd, toch, als tiener... heb ik dingen gedaan waarvan ik niet eens wil dat mijn ouders weten wat ik gedaan heb. Dus het was er altijd al. Okay. De vraag is niet, het was er, maar de vraag is nu, wat doen we eraan en wat doen we ermee? Goed, bedankt voor het komen, meneer Codrington, om ook deel te zijn van ons actualiteitenprogramma. Zo, kijkers, dit was het dan voor deze aflevering. Het laatste deel van onze eerste in gesprek met voor het jaar 2020.